Hallo, hier ben ik dan. Ik ben aan het bekomen van mijn vijfde inspuiting COVID. Ik ben gestopt met mijn medicatie voor kanker. Ik heb daar lang over gepraat met mijn oncologe en ze hadden vergaderd en uiteindelijk bleek dat als je dan meer nadelen ondervindt van de medicijnen dan risico tot uitzaaiing, dat ik mocht stoppen. En ik ben daar blij om, want dat was niet te doen met die medicijnen. Ik kan geen leven meer. Al dan om 4 uur in mijn bed, alleen dat was echt gewoon niet te doen. Ik had in niks geen zin, in niks geen courage. Nu ben ik gestopt al een paar weken. Het zit nog wel wat in mijn lijf, dus je zult mij nog wel een keer zien zweten. Maar ik voel mij al stukken beter. Dus gedaan met die vuiligheid. Nu, wat ik dus van plan ben, is nu een kort filmpje. Ik ga helder tonen wat we gaan doen. Ik heb dus 415 abonnees al. En daar is er één mevrouwke. Nu, wie de schoen past, trekt hem aan. Dat is één mevrouwke die mij onvoorwaardelijk iedere maand een keer steunt. En ik vind dat zo lief. Daarom heb ik haar gecontacteerd om een keer te vragen wat zij echt wel leuk zou vinden. En er was daar ook iets bij dat mij al meerdere mensen gevraagd hebben. Nu, ik ga nog ook quilten, ik ga ook nog naaien, ik ga ook nog tasjes maken. Maar nu is het wel voor de mensen die een borduurmachine hebben. Ik ga dus quilten met de borduurmachine. Voordat ik daaraan begin. Dus dat zal waarschijnlijk. Vandaag ga ik het uitproberen. Dus ik zal waarschijnlijk morgen een filmpje maken. Maar voordat ik begin, wil ik jullie wel meegeven wat je nodig hebt. Dus ik heb al voorgesneden. Je moet dus wel een ring hebben van 20 op 20. Dat moet je hebben. Dus sowieso groter. Maar minimum 20 op 20, dat we mooie grote quiltblokken krijgen. Ik ga dan ook leren hoe dat we die aan elkaar moeten zetten. Nu, wat ik al voorgesneden heb, is sowieso mijn vlies. En dat moet niet groter dan de ring. Dat stofje, dus ik snij mijn achtergrondstof in het wit. Dit heb ik gesneden op 22 op 22. Want meer is dan niet nodig. Hij gaat als allereerste gaat hij in uw borduurring een lijn zetten, een vierkant stikken, zodat je weet waar dat je je vlies moet leggen. Dat is dus gewoon vulling van een quilt. Dus je hebt niks van borduurvlies nodig, absoluut niet. Ik heb dus gewoon stof effen wit. Dat is nog van lakens of zo. Dat kies je zelf. Als je natuurlijk de achterkant, zo je spoel wit, is je achterkant gaal gekwild zijn. Wil je daarna een ander stofje erover? Dat kan ook. En op een eenvoudige manier kwilten. Dus eigenlijk wat jullie nodig hebben, is dus de ring van 20 op 20. Dat zijn die vliesjes, die moet je zeker hebben. En die zijn gesneden op 22 op 22. En dan gaat elk de blokken die ik ga maken, gaat telkens in tripen zijn. Omdat ik nogal veel overschot stof had en geen grote stukken. Dus ik heb alles gesneden op 6 centimeter. Dus al mijn overschotten zijn gesneden op 6 centimeter. Nu, in de quiltwinkels kan je bijvoorbeeld ook een jellyrol kopen, dat kende. Dat is allemaal lange banden in een ronde klaargesneden, die kan je kopen. Ik heb gewoon de stof eraf gesneden van al mijn overschotjes, want bij mij gaat het uiteraard worden voor de dierenkliniek. Ik ga sowieso, kijk, die pootjes en al, ik ga sowieso mijn quilt maken. Want ik geef nog altijd gratis kwilt voor de dierenkliniek Akima. Dat is iets wat ik al lang doe, wat ik wil blijven doen. En nu dat ik terug de moed heb, ga ik dat dus zeker doen.
Ik hoop dat jullie willen meedoen. Dus wat je nodig hebt is zeker een borduurmachine, naai of naai en borduurmachine, speelt geen rol. Zeker een borduurring van 20 op 20. En dan heb je de blokken. Nu, die mevrouw die mij af en toe een steuntje geeft, en dat moet niet veel zijn. Ik bedoel, gewoon een bonnetje bij Marleen of wie dat mij kan helpen met een beetje dierenstof of met een beetje quiltvulling. Alles helpt. Want ik blijf dat allemaal gratis doen. Maar ik raak ook uitgeput. Dus die mevrouw heb ik uiteraard, die gaat van mij die blokken krijgen ook. Nu, willen jullie dat ook? Willen jullie mij ook een steuntje geven? Dan moeten jullie mij wel een mailtje sturen en zeggen van kijk, ik heb u gesteund. Mag ik die blokken in? En dan vernoemde mij in wat? Dat kan in PES, dat kan in HUS, dat kan in JEF. Dus gelijk of dat uw borduurbestand moet zijn, moet jij mij zeggen hoe dat ik het moet omzetten. En ik wil dat doen voor jullie. Mits uiteraard jullie mij ergens steunen. Ik zeg, je belt gewoon naar de potterijen, vraag dan Marleen voor een bonnetje voor Bibi en ze regelt dat. Je moet daar zelfs je huis niet voor verlaten. Dus het gaat er niet over dat ik geld wil of zo, maar ik kan alle steun gebruiken. Gelijk nu ga ik werken met overschotten, maar ik kan alle steun gebruiken die ik krijg. Nu is er ook zoiets, ik zal binnenkort ook een keer tonen. In de laatste Magic Patch staan drie van mijn werken, waarvan dat één werk enorm veel succes heeft. En ik heb wel besloten, eventueel, dan moeten jullie die boeken niet kopen, want het is tenslotte 20 euro voor zo'n boek, dan moet je die niet kopen, dan gaan we samen die quilt maken. En dat ga ik dan de volgende keer tonen, maar ik ga nu eerst beginnen met een quiltje te maken, dus ik maak een dierenquiltje. Willen jullie die veel groter maken en willen jullie gelijk wat andere quilt maken, dan laat ik aan jullie over. Voor mij is het gewoon belangrijk dat ik jullie toon dat ik heel mooie blokken heb die heel gemakkelijk zijn. Dus je gaat gewoon quiltblokken maken die super gemakkelijk zijn. Daarna kan je die oftewel zo laten, want de banden zijn maar 6 op 6, dus schiet maar 4 op 4 over. Dus je kunt het zo laten als quilt, maar je kunt hem ook daarna quilten. Dat kan ook. Ik ga dat waarschijnlijk doen en dat laat ik jullie dan ook zien. Dus laat ons nu uitkijken naar morgen. En dan ga ik dus een filmpje maken van quilt met borduurmachine. Dus ik hoop dat jullie willen meedoen. Bye bye. Ik zet onder ook één van mijn quilts. En dan hangt er daar ook één van mijn quiltjes. Dus ja, ik zit echt wel onder de quilts. Hè. Toch even laten zien.